dames en heren, ik ben hier samen met een hele speciale gast, namelijk... Trenters. Van... Foodgloss. En... Foodgloss. Nee, dat is het moment waarop je zegt, en we gaan vandaag... Oh, oké, en we gaan vandaag... Dan moet jij doen. Oké. We gaan vandaag de hamburger challenge doen, want... Jullie weten allemaal dat by far op de hele wereld mijn favoriete snoepje... Dit is, en dit is geen echt hamburger, het is eigenlijk gewoon snoep in de vorm van een hamburger. Alleen vandaag dacht ik, we gaan het even anders doen. We gaan vandaag namelijk een hamburger challenge doen en dat gaat als volgt met de echte burgers. Namelijk, Prenses heeft ze even lekker afgebakken. Leg even uit hoe je het hebt gedaan, ze zijn helemaal rood van binnen. Ja, het ging niet helemaal lekker op die kookplaat hier, dus ik heb mijn naam alweer verpest, zeg maar. Dit is de krabburger, ziet er nu gewoon nog normaal uit. Alleen, we gaan er iets speciaals mee doen. We gaan elkaar steeds een ingrediënt geven en dat kan iets lekker zijn, dat kan iets smerig zijn. We weten zelf niet eens wat de ingrediënten zijn, het lijkt me even op de smoothie. Ja, maar ik weet niet waar we dit gaan neerzetten. We gaan het gewoon schoten. Schoot. Ja, dan moet je maar steeds omhoog tillen, denk ik. Ja, dit is dan voor jou. Ja, nu is hij nog lekker, maar. Kies maar een ingrediënt voor mij, dan gaan we het gewoon doen. Ik weet niet of het al is opgevallen, maar hierachter liggen allemaal gekkigheden. Ik pak gewoon eerst. Ik ga niet eens voedsel of wat dan ook. Chips. Oh, dat is niet verkeerd. Oh, fuck nice. Dat is best wel lekker. Lekker gedaan, Rutger. Ik heb ooit een pizza challenge gedaan met Rutger en toen kreeg ik een knetteruitje. Ja. Nou, dit gaat alweer lekker. Ah, het zijn joppie chips. Dat je dat herkent. We gaan snel door. Ja, ik ben de sjaak, of niet? Ik pak gewoon een grootste. Kijk, is ook zo'n chocola of zo. Dat is zo. Wat is dit? Het is een bakje. Het is stroop of zo. Oh nee. Ja, het is echt dus van die pannenkoekstroop. Ah, man. Nou, ik zit nu echt te denken. Zou het een soort van bij elkaar kunnen? Het is gewoon zoet eigenlijk. Nou, ik doe dus nu dus, sorry. Ik doe nu dus stroop, maar dan moet ik er nog meer op doen. Jij presenteert het ook echt alsof het een van je eigen video's is. Ja. Ik doe nu de stroop op mijn burger. Het recept kun je lezen in de beschrijving. Even een beetje verdelen. Ik vind het wel mooi dat alles ook in plakjes en bordjes. Het is echt zo'n soort van... Al zou het niet leuk vinden als je een stroop in een zak hadden gedaan. Dat je met je hand erin gaat. En het is... Een jodenkoek! Ja! Hij heeft de perfecte vorm. Ja. Dit is de volgende. Dit is er gewoon voor gemaakt. Niet breken, dat is zonde. Oké, ben je klaar voor de volgende? Ik heb hier... Iets. Het is botten of zo. Oh! Sla. Met stroop. Ja, maar sla is niet... het is ook nog gezond ook. Hashtag clean food. Nou, lekker hoor. Weet je wat ik trouwens echt een verschrikkelijk woord vind? Smikkelen. Smikkelen. Ik heb het woord echt al 5 jaar niet gebruikt. Smikkelen. Nog nooit gebruikt, nee. Volgens mij. Ik zag het laatst bij een restaurant. Dus het stond er ergens. Lekker smullen en smikkelen. Totdat, ga je niet eten. Laat maar zitten. Smikkelaar. Ik heb wel zin om deze burger lekker op te smikkelen straks. Nog één en je krijgt gewoon het volgende ingrediënt over je hoofd. Goed? Het is koud dit. Oh ja. Fuck. Oh. Kom maar. Met jodenkoek. Ja, je zal dus niet allemaal. Dus past niet meer dicht zo. Ik pak echt alleen maar die grote bakjes. Als het dan smerig is, dan is het extra smerig. Haha, mosterd. Saus moet natuurlijk op de bovenkant. Oké. Mosterd, flinch. Nou, gelukkig hou ik van mosterd en het overheerst. Dus dan kan ik beter veel mosterd. Dan valt de rest weg. Oh, dit is echt briljant. Je doet niet eens het hele bakje. Ja, hallo, moet dat? Je had toch extra veel mosterd? Oh, oké. Ja, nee, dan gaan we ook full. Dit is een zwart bakje. Ketchup. Het is ketchup! Met komkommer en jodenkoek. Hallo, ketchup. Ketchup is gewoon... Ketchup is okay. Sowieso het cruciale ingrediënt van alles. Sowieso voor alles. Nee, ketchup is ook op. Jam. Lekker smikkelen. Alleen... Ik denk dat die van jou serieus nog best wel lekker is eigenlijk, behalve die jodenkoek. Ja, toch? Ja. Nee, die jodenkoek is ook. Ja, misschien ook wel, ja. Ik ben... Nee, jij bent... Ik word... Voordringende Frans. Ja. Even niet hoor. Aardbei. Ik vroeg me al af of die ertussen Oh, ik ruik nu aardbei en mosterd. Ik liet het weer niet zien. Hoe zou dat toch komen? Nou, zo ziet het er dus uit. Oh. Ja, je hebt het zwaartekracht. Volgens mij is het daar aangeslag of zo. Het is een bord. Klinkt zo. Aangeslag? Yeah. Waarom je? Dat moet op je ketchup, want anders valt het eraf. Oké. Oh, het is een soort van boter. Ik doe het allemaal op mijn schat. Oh. Oh, niet op mij. Okay. Hoe win je eigenlijk straks? Als je niet kotst. Ja, het lijkt net aardbeisje met aardbeslag. Nou, het is wel een soort van kerstmis 2.0. Maar weet je, je bent nu op een punt dat het eigenlijk niet eens meer uitmaakt of het vies of lekker is. Want het is toch al niet eten. Het is toch al niet eten. Dus... Nou, hallo. Ah, cheese. Ja, man. Er ligt 2 plakjes op. Oké, voor mij. Nee, heel no, die is voor mij. Ja, trouwens, wil je dat? Alsjeblieft, er zijn er 2. Okay. Zo. Nou. Aanschouw de kaas. We hebben nog graag. 4 zakjes met 4 lekkere gekkigheden. Alsjeblieft. Oh jee. Bietjes! Ik hou van bietjes. Ik vind bietjes ook wel lekker, maar kijk wat voor massieve bieten dit zijn. Ze hebben het wel dikke. Ze zijn gewoon hockeypucks. Wat heb jij een dikke bieten? Ik drop de biet. Oh jee, dat wordt er ook.
Kijk nou wat voor dikke... Ik vind hem wel mooi. Goed, nou, mijn volgende ingrediënt was uitjes. En uien zijn natuurlijk hetgeen wat je gewoon altijd op een fucking burger doet. Ja. Dus waarom word je uitgekozen om alles te doen wat je op een burger doet? Bieten! Oh, ja, maar hier, dit is voor jou. Oeh, hij is goed koud. Ik denk dat het werkt. Wat is het? Oh. Nou, het is zeg maar best wel oké. Het is Ben & Jerry. Maar ik vind het... Het is best wel lekker, maar ik vind het zelf niet lekker. Ik weet niet wat jij vindt. Nou, pak tomaat. Oh. Hou mijn bord vast. Hou mijn bord vast, alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft, het is een soort van Jenga. Oh nee, maar dat gaat toch helemaal, dan kan je toch geen hap nemen? Ik vind dat als je een hap neemt, dat je alles moet kunnen proeven. En dat gaat nu niet lukken. Oh, het valt al tomatensap. Wiggle. Ja, maar, wat hè? Laat maar zo, gewoon één plak vind ik ook wel. Oké, dames en heren, het is tijd voor de allerlaatste. Dus ik heb liever de liefste om te mogen kiezen. Ik ga even ruiken. Lekker al jouw slot erbij. Nee, best wel veel. Sorry, jongen. Augurk. Ja, jongen, alleen stroop. Hou vast! Oké, okay, man, rustig. Hé, hey, dat is mijn augurk, hè? Augurk die je bent? Nee. Nu weet ik wat we gaan doen. We gaan hem dichtklappen. Ja. Kijk. Zwaartekracht turn up. Hé, niet zo lang onze boven gaat al je hagelslag erop. Kijk hoe ziek mijn burger eruit ziet. Al die ketchup hier. Nou ja, ze zijn best mooi. Het ziet er gewoon uit alsof het lekker is. Mijn burger heeft een daadwerkelijke jodenkoek, joppie chips, kaas, komkommer, rode bieten, ketchup, een hagelslag en tomaat. Ja. En ik heb stroop, kaas, augurk, sla, aardbeien, mosterd en uien volgens mij. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik ga gewoon hoor. 3, 2, 1. Wow. Dat geluiden. Ik proef vooral mosterd en stroop. Oh echt? Ik dacht, die stroop is niet eens zo verkeerd. Oké, we doen dit. Ja. Ik doe dit. Ik denk dat we jou niet doen. Je hebt wat op je wand. Zeg eens iets. Dat is best wel lekker, man. Fucking hell. Ook. Gaat dat goed? Maar, die jodenkoek? Ik proef niet eens hagelslag. Alleen die jodenkoek, die gaat gewoon wel heel erg ver. Dat is het enige wat gewoon keihard is. Maar verder, moet ik eerlijk toegeven, ik vind het best wel goed. Je blijft eten, hè? Wat stom. Oh! Ja, net zat er geen biet bij. Oh. Nu wel. Oh. Deze bieten, jongen. Die zeg biet? Nu zit er ook hagelslag bij. Oké. Het was best wel spannender geweest als ik gewoon al echt ook zo had gereageerd zoals jij nu reageert. Maar mijn burger valt echt mee. Dames en heren, ik zou sterk aanraden om de jodenkoek hagelslag hamburger af te raden. Wat? Niet te maken. Ik zou het niet doen. Zou je deze aanraden? Ja, ik zou de stroop niet te veel van doen, maar kan je gerust eens proberen. Aardbeien zou ik niet doen. Francis, mag ik je hartelijk danken voor het feit dat je hier aanwezig was? Ja, mag ik je bedanken dat je mijn burger hebt verpest? Nee. Okay. Wil je nou echt daadwerkelijk voedsel zien? Ja, dat wel een beetje normaal is. Hey. Respect, ja? Wil je nou echt goede voedselshit zien? Oh, dat klinkt normaal. Dat klinkt echt zo. Dan kun je Friends vinden op YouTube.com/foodgloss. Want daar heeft ze allemaal gegeven. Heel veel eten. En allemaal lekker. Ja. Ik ben natuurlijk gewoon volgende week weer. Dinsdag om 4 uur. Blijven we houden maar bij elkaar. Doe gewoon lekker je ding. En dan zien we elkaar volgende week. Blijf hamburgersnoepjes sturen. Dat vooral. Ja! Vind ik ook lekker trouwens. Nee, stuur niet naar haar. Man, als jij ze krijgt, moet je doorsturen. Ja, dat is goed. Oké, doei! Doei! Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een tampon en maandverband? Wat is abonneren in het Kroatisch? A. Kupanja Blatu. B. Abiao Miri. C. Die is sowieso niet. Pret Platlati.